Van 16 tot en met 20 juni wordt in Kampen de zwerfafvalopruimactie natuurlijk schoongehouden. Wethouder Martin Ekker gaf samen met leerlingen van basisschool Ichtus uit IJsselmuiden afgelopen maandag het startsein. De gemeente Kampen organiseerde samen met de ROVA deze zwerfafvalcampagne Natuurlijk Schoon. Kinderen van 15 basisscholen in de gemeente Kampen zetten zich een dagdeel in om met elkaar het zwerfvuil in de buurt van de school op te ruimen. Voorzien van opvallende hesjes en handschoenen en gewapend met knijpertjes en vuilniszakken gaan de kinderen in de omgeving van de school zwerfafval opruimen. Ze worden daarbij begeleid door leraren en ouders. Het ingezamelde zwerfafval wordt door de reinigingsdienst van de gemeente Kampen opgehaald.